tonijnkoekjes. Schil 250 gram kruimige aardappelen en snijd ze in stukken. Kook de aardappelen in een pan water in 15 tot 20 minuten gaar. Laat 185 gram tonijnstukken in water uitlekken en prak in een kom fijn met een vork. Giet de aardappelen af en stamp met een pureestamper tot puree. Snijd 2 takjes peterselie fijn en klop een ei los. Meng de aardappelpuree, peterselie, het ei en de tonijn tot een glad mengsel. Vorm er 6 balletjes van en druk ze met je handpalm iets platter. Verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan en bak de viskoekjes in 5 minuten op matig vuur bruin. Keer ze halverwege. Neem de koekjes uit de pan en laat ze iets afkoelen. Zo maak je tonijnkoekjes.